Een 35-jarige man uit Waddinxveen die stond op woensdagochtend 1 mei heel vroeg op, omdat hij voordat hij naar zijn werk zou gaan nog even de kippen wilde voeren. Het was 5:30, het was hartstikke rustig, niks aan de hand. Eén ding viel hem op en dat was de geur van sigarettenrook. En dat klopte, want de man die op dat moment zijn laptoptas uit zijn bestelwagen aan het halen was, die deed dat met een sigaret in zijn mond. De zesde tochtweg ligt in een landelijk gebied van Waddinxveen. Het is daardoor best opvallend als daar 's nachts iemand loopt of fietst. De dief die op 1 mei bij de woning van de man rondscharrelt, is dan ook snel te vinden op de camerabeelden. Even na 5:30 komt hij op een fiets vanuit de plasweg het erf oprijden. Hij zet zijn fiets achter de heg, stapt af en steekt een sigaret op. Hij gaat op zijn gemak eens even kijken bij de bestelbus van de bewoner. Hij kijkt aan de bestuurderskant naar binnen en het portier gaat open. Vervolgens gaat hij de auto in en rommelt daar wat. Even later komt hij weer naar buiten met de laptoptas van de bewoner. Die zet hij alvast klaar om mee te nemen, maar hij gaat eerst nog even kijken of er bij de auto ernaast ook iets te halen valt. Dat is niet het geval. Hij pakt de tas en aan zijn bewegen te zien lijkt het alsof hij hier hoort dat er iemand wakker is. Dit is wat tijd betreft namelijk het moment dat de bewoner de kippen gaat voeren. De man gaat snel naar zijn fiets en rijdt weg met de laptop en persoonlijke spullen van de eigenaar. De beelden zijn goed genoeg om de man te herkennen. Opvallend is zijn grijze trainingsbroek, die is vermoedelijk van het merk Black Bananas. Hij rijdt op een damesfiets met een licht voorwiel en een donker achterwiel. Omdat hij op de fiets is, zou het kunnen dat hij ergens in de omgeving woont of werkt. Als u weet wie dit is, hoort de politie dat graag via de tiplijn. U mag ook anoniem reageren. Dat nummer is 0800 7000.